Dat het nieuwe mobiliteitsplan van de stad Gent een grote impact zal hebben op de verkeerssituatie binnen de stadsring staat buiten kijf. Maar wat met de randgemeente? Het Gents Milieufront vindt het plan alvast een stap in de goede richting. Alleen gaat het voor hen letterlijk niet ver genoeg. Randgemeenten zoals Ledenberg, Sint-Amansberg en Gent-Brugge worden gewoonweg vergeten. We staan hier in Ledenberg en Brugge. Hier wonen 30.000 mensen op een kluitje. Het is hier heel druk. En eigenlijk is dat een soort kleine centrumstad waar dat er geen plaats is voor fietsers, geen plaats is voor spelende kinderen. En we denken dat die gemeenten zoals Gent-Brugge, Ledenberg, Sint-Amansberg, Mariakerke, achter het station, dat die ook meer plaats verdienen. Het Gents Milieufront heeft daarom zelf al een aantal voorstellen klaar om de deelgemeente te ontlasten. Door ook buiten de ring een aantal straten strategisch te knippen, zoals hier aan de Franse Vaart in Ledenberg. Maar ook in Sint-Amansberg vrezen ze nog drukker verkeer. Als het verkeer vastloopt aan de Dampoort, kiezen heel wat automobilisten voor een omweg dwars door de randgemeente. En dat zal met een drukkere stadsring niet anders zijn. De stad Gent heeft tot nu toe niet altijd duidelijke keuzes kunnen maken tussen auto's en fietsers en openbaar vervoer. Ze hebben altijd een en-en-beleid gevoerd, waarbij dat er altijd van alles meer moest kunnen. Meneer Watteeuw heeft al gezegd, er zijn de laatste jaren 70.000 meer wagens bijgekomen. Die groei kan niet blijven duren, dus we moeten ergens op een bepaald moment keuzes gaan maken om minder auto's in de stad te halen en ook in de deelgemeentes. En dus vooral in die deelgemeentes missen we dat nu nog een beetje. In het nieuwe mobiliteitsplan krijgt ook de fietser een cruciale plaats. Het stadsbestuur zet dan ook zwaar in op een sterker fietsnetwerk. Betere fietspaden van en naar de deelgemeente en ook een groot aantal fietsparkeerplaatsen. Voor Ledenberg zelf zitten we eigenlijk op een punt waar het heel moeilijk is in en uit Ledenberg te fietsen. Zeer fietsonvriendelijk, waar wij ook al lang ijveren voor fietsvriendelijke ontsluitingen naar Gent en naar het station en naar het UZ. Maar anderzijds ook in Ledenberg zelf en in andere randgemeenten zijn er ook nog heel veel oplossingen nodig om de fiets echt een plaats te geven.